Welke celeb zou jij wel een keer willen daten? Hij heeft een vriendin, dus maar hij heeft geen vriendin gehad, hè? Benny van Dijk. Helemaal vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer ben ik samen met Space. Stel je allemaal hier voor. Begin bij. Ik ben Tim. Ik ben Khalid. Sam. Melle. En ik ben ook Sam. En wij zijn Space. Dat is een jongensgroep op YouTube. En dat moet je zeker even checken. En vandaag ga ik Space Juicy vragen stellen. Yes. Hebben jullie er zin in? Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Wat verwachten jullie voor vragen? Spannend. Ja, vieze vragen. Nee, vieze vragen. Ik heb ze dus allemaal een keer gevraagd. Ja, ze staan hier allemaal. En ik wil een Individueel. Bij Melle. Ik heb hier een vraag, ik ga gewoon bovenaan beginnen. Jij moet een woord intypen in WhatsApp. Gast! En de jongens mogen bepalen welk woord het is. Wat? Pagga eerder. Paga. Oké, wat is hier slim? Want we hebben of dit nou een keer gedaan. Nee, want hij heeft sowieso nooit. Nou, we hebben hij wist gewoon vaak. Nee, doe niet. Doe ja. Nee, doe niet. Ja, zoek op. Kom, we gaan ja zoeken. Oh shit. Zit hij deze? Daar komt nog een. Oh, kut. Het is allemaal van Space. Oké. Als jullie 4 januari collaben met Jade, wat zouden jullie dan met haar willen filmen? Oh ja, dat moet je lezen toch? Lees dat. Daan zei een Touch My Body challenge. Daarna zei ik een video voor Pornhub. Daarna zei hij ook een video voor Pornhub. En daarna was het fijne jaren, sorry. Ken ja niet. Dat zei ik. Wij kennen die ook niet. Dat heeft hij 3 keer gezegd. En dan. Hey, Tim, ik ga een vraag stellen aan jou. Yes. Oké, Sam van Dijk gaat nu een vraag uitkiezen voor Tim. Welke celebrity als je... Celebrity! Het is celebrity! Oké. Of celeb, zeg maar celeb. Welke celeb zou jij wel een keer willen daten? Hij heeft een vriendin, dus maar heeft geen vriendin gehad, hè? Benny van Dijk. Dat is een man. Maar ja, een jaar geleden had ik echt een fucking crush op iemand, gewoon... Dat weet ik. Courtney Taylor heette ze. Courtney Coxen? Compilation. Courtney Taylor. Ja, hij gaat er daar even op zoeken, jongens. Wanneer is de laatste keer dat je in bed hebt geplast? Gisteren. Ik heb daar echt een goed gevoel. Ik heb daar echt een goed gevoel bij in bed plassen. Nee, ik heb er echt een verhaal over. Ik piste echt lang in mijn bed, zeg maar, als klein kind. En toen een keertje, toen zei hij al lang in bed of piste hij vaak in bed? Vaak. Als een half uur aan het plassen. En toen hebben mijn ouders ooit tegen me gezegd, gast, hou je fucking. Hebben mijn ouders toen ooit tegen me gezegd, oké, want ik wilde fucking graag zo'n duikbril. Dus hebben mijn ouders ooit tegen me gezegd, Motherfucker, jongen. Oké, dus mijn ouders zeiden zo, wat wil je graag hebben zodat je niet meer in bed plast? Ik zei een duikbril, toen heb ik die duikbril gekregen en ik heb nooit meer in mijn bed geplast. Wat? Pity bij zijn vriendin, ze hebben een duikbril op liever. Oké, Khalid. Ja. Jij hebt net een vraag gekregen, dus vraag er maar eentje aan Sam. Sam, hoe lang is je pink? Pink, mijn pink of mijn pink? Nee, ja, je pink. Nou, je mag kiezen welke je wil vertellen. Jawel, welke wil je vertellen? Welke van de 3 pinken wil je? Nou, ik kan zeg maar een beetje zo vergelijken, zo. Jij bent alles groter dan jezelf, joh. Antwoord, ik wil antwoord van jou. Heeft iemand een geodriehoek? Nee, bro. Spaar me, man. Gaans. Sam, maat van me. Wat geef jij jaren als cijfer? Oeh. Ja, maar dit er... Nee. Dit is zo moeilijk, toch? Joh, wat geef ik jaren als cijfer? Nou, ik vind jou wel een mooi meisje, dus ik krijg van mij een... Een 3. Oh, dan ga ik zo doen. En 8? Nee, 2,9. Ik krijg van mij een 8,7. Zo! Ik zat net ook mee. Net zo op. What the fuck? Tim? Are you really serious, dude? Ja, wat is je cupmaat? Ja, dat is een cupmaat. Fuck ja. Wat is juicy? Cupmaat. Nee, ik zei tegen jou, wat een kutmaat. Nee, jongen, ik zeg tegen jou, weet je niet wat een cupmaat is? Ik dacht, jij was. Oké, ik heb een. Even bekijken. Oh, trek mij lekker mee. Ja, oh,
Nee, Jade. Wat zou je doen als je wakker werd en je was het andere geslacht? Hey. Sowieso gaan heel veel rondjes ermee draaien. Wat is... Nog steeds zegt iedereen, zeg maar daarmee voor lul. Ach, grappig. Goeie woord, grappig. ik heb gezegd dat als ik een jongen zou zijn, een donut om mijn lul heen zou doen. Een donut? Dat is niet gek. Is dat niet gek? Heb je dat al gedaan, jongen? Ik ben gewoon een maar. Ik heb nog een laatste vraag voor de jongens. En dat is, wat ze... Wat zou je doen als je met mij op date zou gaan? Nou, ik zou eerst zou ik gewoon meenemen naar film. Daarna een gedicht schrijven. Dat is heel slecht. Een restaurantje. Ja, lekker. Ik hou van eten. Wat vind je wel leuk? Ik zeg, ik hou van eten. Ja, dat is een kast. Dat is van een fucker. Oké, we gaan eerst lekker lunchen. Wat dit? Goed. Waar je wil. En dan gaan we daarna, ja jongens, shoppen in Amsterdam. Ja, goeie. Gaan we wat leuke kleren voor je passen. Gast! Ja, gast! En ik zeg nee, ik zeg niet meer zo. En daarna drukte je tegen het pashokje aan. Nu ga je het kopen. Gewoon een beetje aan de man. Je lijkt echt zo lang voor je om een kleur van te kopen. Ja, gewoon leuk, maar gewoon lekker door Amsterdam lopen. Jongens, Shownieuws is hier binnen. Dus als je die op beeld ziet, no worries, het is voor Shownieuws. Wij gaan weer door. Tim, ga verder. Ik denk dat ik je eerst mee naar Amsterdam zou nemen. Dan gaan we daar wat eten, dan gaan we daar wat rondlopen, I don't know, gewoon wat jij leuk vindt. En later op de avond, ik denk sushi eten, gewoon van sushi. Ik hou van sushi! Hoppa. Maar ga je zeker eten? Lunch en avondeten. Eten. Dit eten is het letterlijk gewoon het perfecte. Ja, maar kijk, bij sushi heb ik 3 keer op een dag. Nee, ik moet ook nog. Kom je ook nog bij. Ik heb alles aangehoord. Ik zou denk ik in Amsterdam een boottocht maken, op de boot. Wauw! We gaan op de gracht varen en dan daar op het boot eten. Dan gaan we nog, als de boot ook voorbij is, gaan we naar een all-you-can-eat sushi. Dus zoveel sushi als je wilt eten. Nee, wanneer het bijna donker is, gaan we... Drukt hij je tegen het pashokje aan. Gaan we op een terrasje zitten en gaan we kijken hoe de zon... Dat is echt cringe. Ik vind het echt allemaal leuk. En lekker. Precies zo. Dit was dan de video en ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Op Space kanaal hebben we dus ook een video opgenomen. Link staat in de beschrijving. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. Hier onder deze video. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei. Hallo. 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 Hallo.